Ja toch beste kijkers, welkom op mijn YouTube kanaal Alem de Barber. We gaan vandaag een theeperfect zetten. Ik hoop dat het een leerzame video is voor jullie. Ben je nog niet geabonneerd, abonneer even. En vind je het een leerzame video, doe een duimpje omhoog. We gaan snel beginnen. Jongeman heeft kroeshaar. Dus dat is wat sterker dan stijlhaar. Dat kan hij er wat makkelijker uit. Dus we gaan een scheiding maken op deze manier. Met mijn handen hou ik hem niet te strak vast. Dat de haren nog een beetje los zijn. En ik probeer een rechte scheiding te maken. En zoals jullie zien, lukt dat aardig. Wanneer we de scheiding hebben gedaan, pakken we onze haarklipjes. Haarklemmetjes. En die schuiven we gewoon zo erin. En dit doen we aan de andere kant ook natuurlijk. Ik ga nu met standje 2 van Panasonic. Ga ik de haren, de krullen, de kroeshaar. Die ga ik van boven naar beneden pakken. En zo haal ik het overtollige haar weg. Als ik van beneden naar boven zou werken, dan blijven nog heel veel plukjes over. Maar wij willen juist een hele mooie strakke taperfade gaan maken. Dus gaan we van boven naar beneden werken. Zo blijft de haar nog bedekt, maar hebben we alle krullen een beetje eruit gehaald. En zo ga je het hele hoofd rond en kan je overzichtelijk werken. Wat we daarna doen, doen we de hoogte bepalen van de overloop waar de veed in komt te staan. Als ik nu half meteen zou gaan gebruiken, dan laat ik jullie dat meteen zien. Dan zie ik de onderkant niet. Dan zou ik de haren de hele tijd zo moeten gaan vasthouden om dat te kunnen zien. Dus wat doe ik? Ik bepaal meteen de hoogte van mijn overloop door standje 2 nu wel recht te pakken. Van onder naar boven toe. En als ik nu half zou gaan gebruiken, dan is dat veel overzichtelijker en makkelijker om een fade te zetten. Ik gebruik de Babyliss trimmer. Daarmee gaan we de eerste gistlijn bepalen, de 0. Gebruik dat om deze plat en maak een schepbeweging. En dat doe je niet de hele tijd, maar dat doe je wanneer je boven komt, maak je een schepbeweging. Waarom doen we dat? Omdat we ervoor zorgen dat die lijn niet hard is, maar juist zacht is als je een overloopje zet. Dus je zet al in het begin al meteen een overloop neer. Doen we aan de achterkant ook hetzelfde. We maken een kleine cirkeltje. Als jullie goed bekijken, de linkerkant en de rechterkant. Waarom doen we dat? Omdat we strakke contouren aan de zijkant willen. Als we precies recht zouden gaan knippen, scheren, ja, dan zie je dat de bocht meer naar boven toe gaat. En omdat het hoofd, het nek, ovaal is, krijg je een rechte contrast wanneer die normaal kijkt. Ik gebruik de Babyliss Pro FX3. Dat is een nieuwe shaver voor een extra crispy kapsel. Probeer een kleine ruimte over te houden die je eigenlijk ook wegschept en wegtikt. Ik gebruik de tondeuze Wall Legend 5 Star. We beginnen met het hendeltje open. Dat is gelijk aan 1,5 mm half. En we maken een gidslijn van ongeveer een vingerdikte. Net iets meer dan een centimeter.
Maar dat kan elke keer gaan verschillen per hoofd. En ik gebruik mijn vingers en niet mijn pols. Want op lange duur krijg je last van je pols. Gebruik je vingers om de V te zetten. Scheer altijd tegen de haarrichting in. Hendeltje dicht. Haal de onderste lijn weg. Hendeltje iets open. Iets meer open. En zo werk je naar boven toe. Hier gebruik ik dezelfde technieken en dezelfde gidslijnen. De gidslijn, dat is die eerste gidslijn. Nu maak ik mijn tweede gidslijn. Ik probeer hier een rondje te maken en probeer niet recht omhoog te gaan, want op een gegeven moment zou je dit allemaal ook moeten vervagen. Probeer dat met een halve maan, halve cirkel te werken. Het hendeltje helemaal dicht, het onderste lijn weghalen, iets open, en zo scheer je naar boven, dan krijg je een overloop. We gebruiken bij de volgende gidslijn gebruiken we opzetstuk nummer 1, dat is gelijk aan 3 mm. Het hendeltje altijd open beginnen. Dus hij is al 1,5, 4,5 mm. Hendeltje dicht, onderste gidslijn weghalen. Probeer het huid strak te houden en dat hij niet mega de hele tijd. Zien jullie dat ook? Dat de vel over de tondeus heen gaat. Dus probeer met je vinger het strak te houden. Omdat je alleen gaat velen. Open. Half open. Probeer tussen de gidslijnen te werken. Aan de achterkant doen we precies hetzelfde. Hendeltje open beginnen. Een nieuwe gidslijn maken van ongeveer 1,5 centimeter. Zoals jullie zien, deze haren die groeien naar buiten toe. Ook al zal ik zo de hele tijd scheren. Die haren pakt hij niet. Dus wat moet je doen? Tegen de haarrichting in. Ik hoop dat jullie dat ook horen. Dat hij nou wegscheert. Hendeltje dicht. Onderste gidslijn weghalen. Open. En hier hetzelfde verhaal, de haren groeien naar buiten toe, dus we gaan tegen de richting in. Tegen de haarrichting in. Hendeltje dicht. Iets open. Probeer met twee schouders achter de klant te staan en te kijken of de overloop, de verhouding wel goed is. Want als ik nu zeg maar de volgende standje zou gaan gebruiken, dan kan het zijn dat de ene kant hoger is dan de andere kant. En dan ben ik eigenlijk te laat om hem nog te kunnen bewerken. Dus controleer je werk altijd. Bij mijn volgende gidslijn, eigenlijk de vorige gidslijn, gebruik ik standje half. Oftewel opzetstuk 1,5 mm. Pas daarmee op wanneer iemand zegt ik wil 1,5 mm of opzetstuk 1,5. Let daarmee op. Ik heb deze expres overgeslagen. Waarom? Ik wil overzichtelijk werken. Dit is de half die ik nog zou moeten gaan bewerken. Ik vind het zo overzichtelijker. Dus heb ik eerst standje 1 gebruikt en nu gebruik ik standje half. Helemaal open. Dat hebben we al gehad, want standje half plus half is 1. Die opzetstuk hebben we al gehad. Dus we halveren de tondeuze, de hendeltje. En we gaan over de onderste gidslijn.
Heel voorzichtig. En zoals jullie zien is die harde lijn, harde gidslijn, is weg. Dan gaan we naar de zijkant toe, naar de bakkenbaarden. Hier hebben we ook een harde lijn, die gaan we ook weghalen. Hendeltje helemaal open tot de helft. En gewoon schepbewegingen en alleen de vingers. Bij mijn volgende gidslijn gebruik ik opzetstukje 1,5 oftewel 4,5 mm. En ook hier doen we het hendeltje eerst open beginnen. Hendeltje dicht. Wat je nou ziet, is een hele mooie contrast erin. En is de overloop in zicht. Alleen we hebben hier nog een kleine dikte, dus wat doe ik? Hendeltje dicht. We hadden net met standje 2 naar beneden gedaan. Nu doe ik dat met 1,5. Om de dikte weg te halen. En straks halen we dit met een kam en schaar weg. De achterkant. We hebben net al met standje 2 ondersteboven hebben we weggehaald. Opzetstuk 1,5 hendeltje open is gelijk aan standje 2. Ja, dat gaan we allemaal meteen aansluiten naar de bovenste haren. Zoals jullie zien gebruik ik ook mijn kam. Want als ik met de tondeuze de hele tijd bezig zou zijn, dan zie je dat de haren boven de hele tijd blijven. Dus wat doe ik elke keer? Ik kam de haren naar beneden scheren. Wat mij een beetje is opgevallen, is hier in het midden. Maak een stapje terug, gebruik ik standje 1. Open beginnen natuurlijk. Dan ga ik heel voorzichtig over die lijn heen. Om hem iets te verzachten daar. Voor mijn volgende gidslijn, deze donkere lijn, gebruik ik mijn kam, de dunne tandjes en mijn schaar. De kam erin steek, eruit haal, iets schuin houden, recht omhoog, al de haartjes wat uitsteken aan de onderkant van de kam, die knip ik weg. En zo heb je een mooie contrast overloop naar boven toe. Dus alle uitstekende haren wegknippen. Dan zoals jullie zien is die donkere gidslijn al meteen weggevaagd. We hebben hier nog een donkere stip. Dus weg achter het oor. Alles wat uitsteekt, zoals jullie zien hier. Alles wat uitsteekt, die knippen we weg. We gaan nu verder met de contouren. Dat doe ik met de trimmer van Babyliss Pro FX3. Probeer altijd met 2 schouders achter de klant te staan. Om zo de lijnen te visualiseren. Waar ze beginnen en waar ze eindigen. Ga niet helemaal naar binnen toe om een zo mooi recht mogelijk lijn te maken. Houd natuurlijk dat de kapsel ook langer meegaat. Probeer ondersteuning te vinden met 2 vingers, 1 vinger op de nek te rusten en tik alleen met je duim aan. Deze beweging probeer je andere hand te gebruiken voor ondersteuning. Dus ik heb mijn 2 vingers heb ik hier en ik doe het met mijn duim en met mijn andere hand zorg ik voor ondersteuning, af en toe kammen. Voilà. Hier doen we precies hetzelfde. Ik leg mijn handarm als ondersteuning op de schouder in de nek. En probeer een rechte lijn te maken.
Dan probeer ik aan de onderkant een lijn te zetten. En in de hoeken. En dan probeer ik zeg maar de middenstuk aan elkaar vast te maken. Dit is het natuurlijke bakkenbaard. Hier probeer ik een bocht te maken. Bij taperfade zijn de contouren het belangrijkst, want dat maakt de kapsel natuurlijk. Ik krijg ook vaak de vraag, hoe doe je eigenlijk een scheermes in een scheermeshouder? Ik heb hier eentje van Astra. Dit is een beschermlaagje. Hiermee kan je niet je vinger snijden, maar pas er wel mee op. Wat doen we? We gaan hem buigen. Je hoort het klik. Je haalt het papiertje eraf, het helft. Je hebt dan aan de binnenkant in de hoekjes waar die nummer 3 op staat, die halen we weg. Aan beide kanten. Die buigen we naar binnen. Andere kant ook. Die buigen we ook. Die nummer 3 zijn in de hoeken weg. Je hebt hier de scheermeshouder. Hier heb je een openingje. Dus je doet het hoekje van het scheermesje. Die doe je in het openingje. En je doet niet in één keer erin wrijven. Want dan kan je je vingers mee snijden. Dus doe dat ook zorgvuldig mogelijk. En met een goede grip. Wat helpt is een beetje heen en weer wiebelen. Pas daarmee op. Hier heb ja, tenminste doe ik het. Je zou dit ook met een kam of met iets anders kunnen doen. Maar ik duw het met mijn nagels. Helemaal erin. En zo heb je een scheermes en een scheermeshouder. Probeer de plekken lekker vochtig te maken. Probeer altijd het huid strak te houden. Zo te scheren. En voorkom ongelukken. We hebben hem nou helemaal uitgekampt met de afro-kamp. Zoals jullie zien een hele mooie bos met krullen. Dus we gaan eerst boven de centrale gidslijn maken. En vanuit daaruit gaan we links, rechts, voor, achter gaan we werken. Dus hoe doen we dat? Vanaf de krui gaan we hem kammen. Naar de natuurlijke wijze. En dan proberen we onze vinger op de kam te houden. Een dikte ongeveer van 5 centimeter. Voor en toe scheiden. En waarom doen we dit? Dit doen we omdat de midden van het hoofd de hoogste punt van het hele hoofd is. We pakken de haren op de hoogste punt van het hoofd. Strak omhoog houden. Dus als we dit 10 centimeter maken, dan moet de voorkant van het hoofd 12 centimeter zijn om zo een mooie rechte lijn te creëren. Dus knippen we, pakken we de volgende kant. We hebben nu een gidslijn. We houden hem strak omhoog. Dit is onze gidslijn en die volgen we. Omhoog. Dit is onze gidslijn hier. En die volgen we. Wanneer we het middenstukje hebben gehad, dan kunnen we aan de rechterkant werken en aan de linkerkant werken. Want we hebben nu een centrale gidslijn. Zoals jullie zien, is dit de gidslijn. Dan mag deze stukje eraf. En zo volg je dat. Naar achteren toe. Hier hetzelfde. Dit is het gidslijn. Dit mag eraf. Kleine passees. Hou hem recht omhoog. En ga niet schuin naar achteren. Want dan ga je steeds een leveltje omhoog. En dan heb je hier inderdaad veel hoger, langer haar dan de rest van de haren. Dus probeer hem recht omhoog te houden.
Zoals jullie zien is de gidslijn hier. Dan knippen we de rest van het haar. Zo weet je dat je overal even hoog, even gelijk knipt. De bovenkant hebben we geknipt. Horizontaal kunnen we ook verticaal kunnen we onszelf controleren of we goed of slecht hebben geknipt. We kammen de haren vanaf de kruin naar de natuurlijke wijze toe. We hebben de bovenkant hebben we geknipt. Nu proberen we de voorkant met de rest van het hoofd gelijk te maken en zo de zijkanten aan te sluiten aan de zijkant en aan de bovenkant. Dit is onze gidslijn wat jullie hier zien en die volgen we. Zoals jullie zien is dit de gidslijn. Dit knippen we. Dit is de gidslijn. En die volgen we. En zo ga je de hele hoofd rond. Als we bijna aan de achterkant zijn, gaan we vanaf het centrale punt de rechterkant op. Dit is de centrale gidslijn. We proberen te knippen. En nu weten we dat de bovenkant gelijk is, de zijkant gelijk is. Alleen de tussenstukjes nog niet. Zoals jullie zien zit de gidslijn daaronder. Alles wat uitsteekt, dat knippen we. Bij krullend kroeshaar zie je het wel wat lastiger en moet je het, eigenlijk de dikte voelen van het haar. Of het niet te veel eraf gaat of te weinig. Want bij steilhaar is dat wat makkelijker. Ondertussen hebben we de haren van de klant hebben we geknipt omdat hij best wel warg was en altijd een afro had gehad. Die hebben we hem wat meer stijlen kunnen brengen. Dan zie je opeens de gidslijnen naar voren komen. Wat we dan merken bijvoorbeeld dat deze stukje misschien iets te lang is. De klant die wou de krullen over zijn overloop heen. Dat kan aan deze kant ook. Hier wil ik hem meer gaan aansluiten. We pakken hier een rechte lijn. Zetten het 90 graden. Pak ongeveer een centimetertje. Knippen die zo eraf. Mooi aansluiten. Hier zie je de gidslijn, hier niet. En dan maken we hem iets schuin. Met mijn vingers schuin. Dan proberen we hem toch aan te sluiten. Pas wel op mensen, we hebben het ook allemaal wat langer dan gewoonlijk. Als het straks opdroogt, gaat het naar binnen toe krullen. Dus knip ook niet te veel weg. En wat je dan krijgt, een mooi resultaat. Mooi vlokjes krullen aan de voorkant. En, dat je de strakke contouren nog kan zien. Dat doen we aan de andere kant ook natuurlijk. Als je mooie krullen wil behouden, gebruik dan gel. Die is meer op waterbasis gemaakt dan wax. Wax is meer om te stijlen. En we willen de krullen willen we behouden, dus gebruik je meer gel, omdat dat op waterbasis is dus.